Ja, luisteraars. Lynyrd Skynyrd. Daar gaan we van genieten met Sweet Home Alabama. En niet zomaar, want straks ga ik er ook nog over praten. Over Lynyrd Skynyrd. En dat doe ik omdat aankomende zaterdag Southern Train in Café de Wijk speelt. En Southern Train is een vijfmans Lynyrd Skynyrd tributeformatie uit Harlem. Nou, we gaan er straks mee bellen. Maar eerst maar eens even genieten van de muziek van Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd met Sweet Home Alabama. Muziek waar je, als het aan mij ligt, geen genoeg van kan krijgen. Dat hoeft ook niet. Luisteraars, want aankomende zaterdag dan speelt Southern Train in Café de Wijk. Southern Train is een formatie afkomstig uit Haarlem. Een vijfmans tribute formatie. Lynyrd Skynyrd muziek spelen ze onder andere. En dat gaat helemaal knallen daar dus in Wijk aan Zee. Ik heb aan de telefoon de woordvoerder van de groep Sietse Bakker. Goedenavond. Goedenavond. Welkom in de uitzending. Dank je. Allemaal Haarlemmers? Ja, eigenlijk allemaal. De een van origine, de ander woont op dit moment in Amsterdam. We hebben er eentje Leiden, maar we hebben allemaal Haarlems bloed. Eigenlijk een muggenband. Ja, eigenlijk wel. Een muggenband. Ja, Lynyrd Skynyrd, dat is het repertoire waar jullie allemaal fan van zijn. Maar jullie spelen natuurlijk vast wel meer muziek in dezelfde sfeer van andere grootheden. Nou, in deze formatie, Southern Train, spelen we eigenlijk als enige Nederlandse band een volledige tribute naar alles wat Lynyrd Skynyrd doet. Ja. En ik hoorde je net Alabama draaien. Nou, dat is inderdaad een van onze grootste, dat is eigenlijk de grootste hit, samen met Freebird van Lynyrd Skynyrd. Maar ze hebben nog onwijs veel andere gave dingen gemaakt. En we spelen van zeg maar dingen die van voor de crash. Lynyrd Skynyrd is ooit met een vliegtuig neergestort. En toen hebben ze een flink aantal jaar niks gedaan. En nu zijn ze weer uitgekomen met een paar nieuwe albums. En we spelen ook nieuw werk. En ja, daarmee vullen we dan een hele avond. Helemaal goed. Zeg, en wat is jullie samenstelling van de band? Twee gitaristen, een zanger, drum, bas en backing vocals. Geen keyboards? Nee. In de originele bezetting van Lynyrd Skynyrd heb je dan wel een keyboard of een toetsenist, maar die hebben wij niet. Wij proberen dat soort dingen gewoon op te vangen met twee gitaren. Ja, oh, ik zie nou dat ik van onze redactie zelf namen heb doorgekregen. Ja. Jullie spelen sinds 2011, heb ik begrepen. We zijn in december 2011 hebben eigenlijk ons eerste optreden gedaan. Toen hadden we net een stuk of 10, 12 nummers bij elkaar geschraapt. En ja, vanaf toen, zeg maar januari 2012, hebben we gewoon echt elke week gespeeld. Ja. En niet in de repetitieruimte, maar gewoon in kroegen, zoals bijvoorbeeld De Wijk, in Beverwijk. Ik hoorde je net Wijk aan Zee zeggen, maar... En daarmee ons repertoire en ook onze fanbase gewoon uitgebreid. Edgar Meijne op zang, lees ik. Remmert Veldhuis op drums. Marlijn van Nieuwenhuizen op bas. En Sietse Bakker, dat ben jij dus met Niels Heemskerk op gitaar. Doe jij solo gitaarwerk of doe je het slaggitaarwerk? Wij wijken wat af van de standaardverdeling binnen de band. Maar heb je binnen de band inderdaad een solo gitarist en een slaggitarist. Maar wij wisselen vaak nog per nummer of in een nummer nog onze solo's en slagpartijen zeg maar af. Zaterdag 29 juni, dan gaat het allemaal beginnen om 8:30 s'avonds. Toegang gratis. Klopt. Kunnen de mensen nog iets van jullie op een website vinden, bijvoorbeeld? Ja, we waren twee platformen daarvoor. Dat is gewoon via Facebook. Dan zijn er eigenlijk gewoon facebook.com/southerntrain. Ja. De zuidelijke trein. En ook gewoon southerntrain.nl.com kun je ons vinden. Gewoon googlen en dan komt het ook helemaal goed, toch? Ja, dat ook. Ja. Ben ik jou nog wat vergeten te vragen wat je toch aan de luisteraars kwijt wil? Wat leuk is om te melden, zaterdag doen we eigenlijk twee shows. We spelen de hele avond in de wijk. Inderdaad van 8:30, wat je zei. En daarvoor spelen we nog een kleine drie kwartier in het Zomer in de Zana Festival. Dat is in Haarlem in... Dat is voor onze thuiswedstrijd, zeg maar. Daar spelen we nog een setje van drie kwartier. Dus we komen goed warm gespeeld, komen wij de wijk overvallen. Oké. Ja. En jullie hebben al meer in de wijk gespeeld? Nee. Ik moet zeggen, de wijk ken ik niet. We hebben veel kroegen gezien afgelopen, inmiddels anderhalf jaar. Ja. En ook gewoon door het hele land. Dus Apeldoorn, Amsterdam, Spijkenisse zijn we geweest, Haarlem. Eigenlijk
nou ja, ik wil niet zeggen zo gek als ik het kan noemen, maar onze reistijd is soms een kwartier en soms 2,5 uur. Binnenkort spelen we in Enschede. En de wijk, dat gaan we zaterdag meemaken. Ik ga jullie er heel veel succes bij wensen. Dankjewel. En we gooien eventjes Freebird erachteraan. Is dat goed? Gaaf. De lange uitvoering. Ik zal eens kijken. Ja, heel lang. Heel lang duurt die. Ja, te gek. Oké. Succes, hè. Yes, dankjewel. Doei. Geen genoeg van het kunt krijgen, dus in de wijk aankomende zaterdag de Lynyrd Skynyrd Tribute Band Southern Train uit Haarlem. Kijk op mijn klokje, het klokje van Lokaal Totaal staat net al.